We zijn even binnengelopen op de Friesestraat en volgens mij is het nummer 49. En bij de fotoclub heb ik een gesprek met... Jeff van der Buis. U bent... De voorzitter, sinds kort. Sinds kort? Sinds kort. Hoe komt dat zo, sinds kort? Nou ja, omdat de vorige voorzitter weg is gegaan. Dus, U hebt normaal geen clubgebouw? Ja, wij hebben een clubgebouw hier op de markt. Maar we hebben de mogelijkheid gekregen om dit winkelpand voorlopig te gebruiken, omdat het een leegstaand pand is. En daar zijn we erg blij mee. Oké. We hebben hier goede ruimte. Ja, ik zie allemaal foto's. Dat zijn uw leden waarschijnlijk? Dit zijn allemaal foto's van leden, ja. En die fotograferen gewoon voor de lol? We zijn een amateurvereniging, dus we hebben geen professionele fotografen. Maar dat wil niet zeggen dat de foto's daarvoor onderdoen. Nee, ik heb even rondgekeken. Zijn het bepaalde thema's wat u exposeert? Nee, we fotograferen alles wat los en vast zit. Het is maar net wat ieder lid voor zichzelf het leukste vindt te doen. We hebben wel thema-avonden of thema's die we maandelijks doorvoeren. U bent voorzitter bij deze vereniging. Hoeveel leden heeft deze vereniging? 22 op dit moment. En allemaal voorzien van een mooi fototoestel. Jazeker. Niet iets in video of zo? Ja, maar ook met een lelijk fototoestel kan je hele mooie foto's maken. En waar denk ik dan aan? Wat oudere types fototoestellen en dergelijke. Dat, je kan met alles wat fotografeert, kan je goede foto maken. De lens doet het, niet de camera. Nee, maar ook de mensen erachter, die moet natuurlijk het... Die moet het zien, ja. Ja. Zijn er van uw club ook al eens prijzen gewonnen? Nou, dat weet ik niet. Misschien in het verleden wel. Maar ik ben er zelf nog niet zo heel erg lang bij. Maar wat ik weet, op dit moment niet. Maar we draaien wel mee met bijvoorbeeld de Fotobond, hè, dus in Drenthe. En daar zijn er onderhand dit voorbeelden van. Hè. Deze foto's die hebben tentoongesteld gehangen bij de FMDV. De Fotomanifestatie Drenthe-Vechtdal. En dat is een jaarlijks terugkerend feestje waar alle fotoclubs of fotoverenigingen in Drenthe aan meedoen. Dus niet Overijssel? Nee, niet Overijssel. Die hebben hun eigen organisaties daarin. U hebt het over Vechtdal? Ja, Vechtdal. Ja, over het algemeen zijn het Drentse fotoverenigingen. Oké. Ik heb de intentie om te zeggen van nou, een fotograaf heeft altijd een donkere kamer. Is dat nog steeds zo? Nee, dat is geweest. Dat doen we niet meer. We zitten in een digitaal tijdperk. En we hebben wel donkere kamers, maar dat is dan een computer. Dus alles wordt bewerkt op de computer? Nee, er zijn fotografen die zijn pertinent tegen het bewerken van foto's. Maar er zijn ook fotografen die, wat je in een donkere kamer eigenlijk ook deed, foto's een beetje bijstellen. Beetje meer zwart, beetje meer wit, beetje meer kleur. Ja, dat is donkere kamerwerk, maar dan digitaal. Ja, en dan heb je het over de pixels en dergelijke. Nou, nee, je hebt het meer over verzadigingen en dat soort belichting. Ja. En wat is een goede belichting? Dat hangt van de situatie af. U staat achter een camera, dus u weet wat belichting is. Dat hangt een beetje van de situatie af. U hebt de expositie hier ingericht. Tot hoe lang is die nog zichtbaar? Nou, die blijft hier nog wel eventjes hangen, zolang we de beschikking hebben over dit winkelpand. En ik hoop dat dat nog even duurt, want nu met de huidige beperkingen zijn we erg blij met deze ruimte. Ja, en dit krijg je gewoon ter beschikking? Ja. En de leden hebben ook een website? Ja, we hebben een website. Hoe heet die? En dat is de www.afvgoedlicht.nl. En Goed Licht komt uit? Goed Licht is... Dat is de fotovereniging. Dat is de fotovereniging. Ja, dat is de belichting waar ik net over had. Ja, precies. Mooi. Ik bedank je voor dit interview. En we zullen wat foto's eronder zetten. En laat mensen zeker eens even op onze website kijken. Want daar zie je dus onder andere deze foto's terug. Maar ook wat persoonlijk werk van onze leden. En er zit een schitterende foto bij. En u bent nog wel verlegen om leden? Nee, op dit moment helaas niet, omdat we beperkt zijn in onze ruimte. En deze ruimte kunnen we net onze leden kwijt. Maar ja,
Uitbreiden zit er voorlopig even niet in. Nee, maar niet door het coronavirus. Nou ja, dat heeft er wel mee te maken. Oké. Okay. Ja, ja. Beschikbare ruimte. Ja, en u wilt eigenlijk een oproep doen? Als er ergens een beschikbare ruimte is? Mensen kunnen zich altijd aanmelden. En op het moment dat er iemand weggaat en we hebben weer ruimte, dan is iedereen van harte welkom. Ook gewoon via de website? Ja. Oké. Okay. Ja. Bedankt voor het interview. Graag gedaan.